Nou jongens, we gaan beginnen met de ochtendvlog. We gaan even een stukje lopen. We hebben godzijdank nu de stappenteller wel bij ons. Dus we kunnen registreren hoeveel stappen we gezet hebben. Normaal doe ik dit altijd in de avonduren. Maar ik denk, ja, laten we maar eens een beetje vroeger weggaan. Ik zal eens even kijken of ik de camera iets stiller kan houden. Zo, ja. Even kijken, is dit deze plek die we in moeten gaan zo dadelijk? Ja, dat is deze plek. Ah, dan is dit. Is dus die plek waar ik altijd die dieren film. En die staan dus daar. Bij de snelweg altijd in de avond. Maar toen ik daar achter kwam, dus zeg maar voor jullie in dat stuk, tussen die twee dingen ongeveer, toen hadden die dieren mij, ondanks dat dit pad er zit, hadden ze mij op die afstand, hadden ze me wel degelijk direct in de gaten. Ondanks dat ze het kabaal krijgen van de auto's de hele tijd. Dus die beesten hier zijn echt super scherp. Wow. Kijk, je ziet gewoon heel duidelijk dat dit is gewoon helemaal een klein beetje vlak geschuurd door de dieren. Deze eigenlijk nog helemaal niet. Ik zit nou trouwens op een andere manier te filmen, omdat ik mijn camera niet meer in mijn hand vast moet houden. Denk daar maar eens over na. Grappig, jongens. Oh jezus, daar kunnen we de vlog weer gaan beëindigen, want je ziet het heel duidelijk in beeld, daar helemaal achteraan. Daar komt al iemand aan, zeg maar. Dus we moeten de vlog weer even gaan beëindigen. Ja, het is weekend. Dus het wordt drukker in het bos. Maar hier, zeg maar, in dit stuk, daar begint het eigenlijk al dat je heel veel dieren kan filmen die zich daartussen verschuilen. En dit is dus dat stuk. Nogmaals. Waar ik in de avond die beesten heb gefilmd. Maar je ziet het dat de zon nou op een hele andere stand staat. Ook supermooi.